En zo blijkt dat Capro helemaal zijn schot op dit moment nog niet heeft. Prima dunk van de nummer 14, Spruwer. Van de nummer 14 Fields was dat. Nou, we gaan weer verder naar de time-out. Waarbij het te hopen is dat trainer, coach Henk Konings zijn discipelen wat heeft kunnen inpraten. Om in ieder geval tot meer scoren te komen. Want dat is in ieder geval belangrijk. Wederom een schot van Rob van Essen. En die zit wel. Dat zijn de eerste punten. Het dikke balbezit voor Capro BSW. En een afstandsschot van Swiers. En die gaat erin. Er zijn 5 minuten gespeeld. En Capro heeft het er moeilijk mee. Natuurlijk, het is niet de eerste beste ploeg naar Oshawa. En een afstandsschot van Blair. En die gaat zitten. En dan gaat Esveld met de schot proberen en die zit. Esvelds zesde punt, nummer 8 van Oshawa. En prima paas van Braddock. En daaruit scoort Swiers. Goed verdedigd aan deze kant in ieder geval van Blair. Fields die zit heel moeilijk met de bal. Maar hij weet toch uit de situatie. Nashua de Bos. En daar gaat een prima dunk. Een prima dunk van Fields, nummer 14. En daar probeert Rob van Essen erin te gaan. Daar gaat Esveld een paas aan Petersen en Petersen scoort eruit. Twee Amerikanen, Blair. En tussen de nummer 14, Fields. Akerboom met een schot. En die gaat mis. Maar in de rebound weet van Esveld te scoren. En ook hij komt aan zijn 8e punt. En het is prima schot van Swiers. Net geen 3 punten. En daar is schot van de Amerikaan Fields. En een prima rebound voor Rob van Essen. Kan Capro zichzelf hervinden? Dat is op dit moment belangrijk. En daar prima paas van Griekspoor aan Blair. En Blair die weet uit te scoren. Het verschil 14 punten. Nou, daar kan nog van alles aan gedaan worden. En afstandsschot van de nummer 15. De nummer 15 Henk Pietersen. En daar kan Braddock schieten op zijn dode akkertje en die zit. En daar gaat Fields schieten. En ook Fields scoort. Ja, Fields heeft het helemaal spelen. En wederom een afstandsschot van Swiers. Die gaat erin. En daar gaat wederom Fields met een afstandsschot. En nou gaat deze keer mis. Prima rebound van Griekspoor en Capro BSW die kan uitbreken. Kan proberen het verschil iets kleiner te gaan maken. En prima paas van Griekspoor aan Braddock en Braddock scoort eruit. En daar gaat Griekspoor met een misser. Maar de rebound is voor Van de Wiel. Van de Wiel met de nummer 4. Renssen Swiers met een 3-punter. En hij wordt er mooi ingetikt. Door Erik Vriesveld. En daar staat de nummer 15 helemaal vrij en die maakt het dan nog mooi uit met een dunk. Henk Pietersen zijn 14e punt. Nog 7 minuten te spelen in de eerste helft. 16 punten verschil. Kan Capro bijkomen. Een afstandsschot van Akerboom. En die zit. Prima paas voor Blair, maar hij krijgt hem wederom terug en weer een prima paas van Blair. Maar het is moeilijk om erdoor te dringen, want die verdediging van Oshawa die zit goed in elkaar. En daar een prima 1-2'tje van Renssen Swiers. Zij zoeken elkaar al de hele wedstrijd en het lukt deze keer. En Esveld krijgt zijn tweede P. Blair zijn 2 punten en een extra vrijworp.
En hij kan de stand brengen op een verschil van 10 punten. En dat betekent dat K-Pro toch langzamerhand wat dichterbij aan het komen is. En dat scoort als 31. En lijkt de band gebroken te zijn voor K-Pro. Er wordt in ieder geval fanatiek gevochten en fanatiek verdedigd. Dat mondt deze keer wel uit in een P. Nou, en daar was een bal van Swiers die gemist werd, maar de rebound is voor K-Pro-zijde. En Braddock, Braddock met een driepunter. En dan kan de wedstrijd open gaan breken, de eerste driepunter van de wedstrijd. En Botsen met een afstandsschot, die zit, als je een bal bezit. Het verschil, 14 punten. En Fields, de nummer 14, heeft op dit moment bal en hij gaat scoren. Nou, dat doet hij al de hele wedstrijd, want hij is al aan zijn 19e punt toe van de wedstrijd. En dat kan een driepunter worden als hij zit. En hij zit. Ook een driepunter voor Rusty Blair en dat betekent dat hij aan zijn 10e punt toe is van de wedstrijd. En voorlopig topscorer is bij K-Pro BSW. En daar een paas van Pieters op de nummer 14, Fields, de zijkant voor Nashua. Botsen met een afstandsschot en ook hij zit. Ja, zo schiet Nashua over het algemeen gewoon iets beter als K-Pro BSW en dat brengt wel een heel groot verschil tot stand. Hier is in ieder geval weer een schot van Griekspoor en ook hij scoort een spoor. En daar kan Griekspoor scoren, ja, en dat doet hij ook. Van Nesveld met een schot. En dat schot gaat erin. 18 punten, het is dus nog hoger dan dat het was. Ja, en daar is Akerman die scoort op een mooie paas van Spruwer. Van Essen met een schot. En die zet erin. Akerboom die geeft een paas. Heel slecht af. Braddock in balbezit van K-Pro BSW. Een prima paas aan Van Essen. En Van Essen weet te scoren en tevens een P uit te lokken. Prima gedaan die beweging van Rob Van Essen. En dat betekent dat de nummer 12 van Joshua den Bos. En dat is Akerboom. Zijn tweede P krijgt. En Van Essen krijgt dan de kans om een extra bonuspunt te maken. En dat lukt hem ook. En dat betekent dat Van Essen in ieder geval al aan zijn 15e punt bezig is. Nou, het is Franke die nou schiet en ook meteen scoort. Een schot van Rusty Blair. De schot zit, een tweepunter is dat. En Ashwa gaat een nieuwe aanval proberen via Akerboom met een afstandsschot. En dat gaat mis. Maar Esveld heeft de rebound en Esveld scoort wel. Van Essen heeft in ieder geval balbezit op dit moment. En een afstandsschot van, ja, dat is van Kempe. En ook van Kempe scoort zijn eerste punt van de wedstrijd en doet daarmee een gedeelte bij aan de scoren. Verder met een ingooibal aan de kant van K-Pro-zijde voor K-Pro. En dat zorgt ervoor dat Braddock de bal op kan gaan brengen. En daar prima door de hele verdediging in van Goodold, Oliver Kempen. Zijn vierde punt van de wedstrijd. Een afstand van Van Akerboom en die zit. En dat is meteen een driepunter. En een prima afstandsschot van Rusty Blair. En de rebound is voor Van Essen. K-Pro kan opnieuw aan een aanval beginnen. En wederom gaat Oliver Kempen door de hele verdediging in. En hij blijkt wel degelijk die verdediging open te kunnen gooien. Want er zitten wel degelijk gaten in de verdediging van Nashua den Bos.
En daar kan men gebruik van proberen te maken. De stand op dit moment 80 tegen 62. Een verschil van 18 punten. Is Akerboom vervangen door de nummer 8 Esveld. Hemleijer scoort. Zijn 19e punt van de wedstrijd. En een prima aanval via Van Esveld die de bal aan Sproer geeft. En Sproer die maakt er gewoon een mooie dunk van. En scoort zijn 15e punt van de wedstrijd. En een verschil van 21 punten. Griespoor, een prima paas aan Spiers en ook hij scoort. Esveld gaat schieten. En is raak. Ja, en daar kan botsen behoorlijk hard te vol. En er is in ieder geval een P gemaakt door een van de spelers. En dat is dan de nummer 8 van Essen. Dat betekent de vijfde P voor Van Essen. En dat houdt weer in dat hij de wedstrijd als beëindigd kan zien. S valt uit. En Van Kempen gaat het proberen. Van Kempen die heeft wel degelijk zijn afstandsschot vandaag. Scoort zijn achtste punt. In ieder geval balbezit op Van Kempenzijde. En daar is het wederom Van Kempen. Die probeert er door te komen. Dat lukt niet helemaal, maar hij heeft in ieder geval weer balbezit. Blaise schot gaat mis. En Griespoor weet via de rebound te scoren. Van Aschwa de Bos, die blijkbaar al helemaal bij de winst is. Emler met een schot, een driepunter. Maar aan de andere kant is Pietersen die weer tegenscoort. De stand 75-95. Weer die beruchte 20 punten waar we ook mee begonnen zijn tijdens de rust. Rusty Blair. Zijn schot zit. Blair zijn 24e punt. Esveld met een schot. Het is een 18e punt van de wedstrijd. En brengt het verschil weer op 20 punten. Griekspoor met een schot en die gaat mis. Ja, dan prima dunk van Pietersen. Nou, en dat is Griekspoor die helemaal verkeerd speelt. En daar kan Sproer een magnifieke dunk maken. Mis. Ja, en daar gaat gewoon weer een dunk. De hele verdediging die staat gewoon. En Pietersen die weet een formidabele dunk te maken. En dat is eigenlijk al de zoveelste dunk in de wedstrijd. Sproer mist. En dan kan Bred ook proberen om zijn punten te scoren. En die zit erin. Ondanks de P die Sproer maakt, scoort Bred ook. Het naadschot gaat mis, maar Van de Wiel die heeft een prima rebound. En daar zit een driepunt voor Braddock. Ja, dat is zijn specialiteit. En daar moest hij feitelijk veel meer gebruik van maken. Fields gaat weer schieten en Fields scoort. Nou, Van der Wiel die vecht in ieder geval hard voor de bal en hij verovert hem ook. En daardoor kan Blea zijn 28e punt scoren. Akerboom met een fantastisch mooi afstandsschot. Zou Kepro ook in ieder geval nog de 100 punten halen. Weer een prima afstandsschot van Akerboom.
Nog 1 minuut en 50 seconden te spelen. En het is Van der Wiel met een schot. En die zit. 92 tegen 114. En een prima paas van Huisveld op Petersen. En wederom krijgt Kepro hier een dunk om zijn oren. En het levert ook nog eens Kepro op. Van der Wiel opnieuw met een afstandsschot. En die gaat mis. En het is in ieder geval wel Blair die scoort met een extra bonus. 1 minuut en 14 seconden te spelen. En het is Braddock die kan uit proberen te komen. En hij scoort. En daar kan Griekspoor er vandoor. En ook Griekspoor weet te scoren. 12 punten voor hem. Braddock onderschept een bal. En Rusty Blair die scoort. Zijn 33e punt van de wedstrijd en dat betekent dat hij daarmee meteen topscorer is. En de stand wordt 105 tegen 118. En die scoren zitten niet meer in.